Vooral op het eerste moment waren we natuurlijk heel emotioneel. De beesten waar je het hele jaar eigenlijk voor gezorgd hebt, die zijn in één keer weg. En dan sta je bij zo'n lege wei. Klopt. Dat je dus zo je best doet om tot een inkomen te komen en dat er op zo'n manier je beesten worden afgejat. Dan vraag je je af, wie, wie doet nou zoiets? Het gebeurt in de nacht van zondag op maandag. Behalve de schapen nemen de dieven ook hekken, een schrikdraadapparaat en zelfs een complete vankooi mee. Een hele operatie in het holst van de nacht. De enige sporen die we hier gezien hebben zijn de sporen van een, een, een trailer of een kleine vrachtauto. Het is een hele brutale georganiseerde toestand geweest. Dat doe je niet even in een kofferbak of in een veetrailer. In die zijn ook rustig nog bezig geweest om de schapen nog wat een beetje te sorteren. Schapen die was 1, 2 die waren wat kleupel. Die hebben ze eruit gedaan. Dus ze hebben ook nog rustig de tijd genomen. Heel brutaal. Het is helaas niet voor het eerst dat de regio wordt getroffen door grootschalige schapendiefstal. Maar drachtige ooienjatten, dat is uitzonderlijk. LTO roept getuigen op zich te melden. Drachtige schapen stelen, dat gebeurt gewoon heel weinig. Want die schapen die, moeten straks, die worden niet geslacht, die krijgen in, in maart, april lammeren. De totale schade wordt geschat op 35.000 euro en die is niet verzekerd. Ik ben nog niet zo, uh, niet zo lang boer. Dan heb je dit. De grootste kans is dat deze schaven niet geslacht zijn, maar gewoon bij een andere boer al het erf staan. Als je daarbij stilstaat, wat doet dat met jou? Nou, dat iemand anders jou het geluk van de jonge lammeren in, in, in de stal afneemt, dat raakt ons ontzettend ja. De dieren zijn wel gechipt, maar de kans is klein dat ze daarmee hun schapen terugkrijgen. Waarschijnlijk worden die oormerken dus uh, de draad geknipt. Dus dat is helemaal niet waarschijnlijk dat die schapen nu nog met onze oormerken rondlopen.